Dus ga ik jullie aan het begin van deze weekvlog mijn spannende beelden laten zien. Oeh, het is vrijdag. Eens in de zoveel tijd. Dan voel ik me gewoon, ik weet het niet. Dan vind ik alles lelijk. Ik moet even mijn knop omzetten en dat loslaten, want het slaat nergens op. Ik meng trouwens voortaan twee keer een foundation door elkaar. Ik word er helemaal gestrest van. Weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer meekijkt. Het is vandaag vrijdag bij mij. Om precies te zijn 8:30 ochtends. En we hebben er alweer een hele ochtend op zitten. Etty is aan het werk, want we hebben een hele leuke zomeractie. Als deze vlog online komt, loopt die nog. Dus ik ga even een linkje erbij zetten, zodat je kan kijken. Maar daarbij krijg je dus een gratis ons allernieuwste boek. Het makkelijke snackboek voor moeders. Echt heel erg leuk. Ik zal hem wel even laten zien later. Maar daardoor is het nu super druk. Ja, gelukkig hebben we wel hier en daar wat hulp. Maar ik ben in ieder geval vrij vandaag. En ik ben met de kindjes. Even kijken. Ik heb dus de schoonmaakmiddelen. Die heb ik hier allemaal. Tenminste allemaal in bakken. Eén bak is schoonmaakmiddelen. En de rest zijn speelgoed en dat soort dingen. Maar dat heb ik dus in het, ja, wat is het, kleine houten blok schuurtje dat we hebben gezet. Want ik moet namelijk even de badkamer gaan poetsen, dus ik zoek schoonmaakmiddel. Onze badkamer is namelijk geschilderd, dus, en daar is heel veel stof van afgekomen. Dus ga ik jullie aan het begin van deze weekvlog mijn spannende beelden laten zien. Het schoonmaken van mijn badkamer. Kindjes zijn trouwens echt super lief met z'n drieën aan het spelen. Heel blij mee. Ik hoop dat dat nog heel even zo kan blijven totdat ik klaar ben. Het is niet normaal. Het is helemaal schoon. Ik ben er 2 uur mee bezig geweest. Wel met de meiden op bed leggen en met ramen kletsen en alles erbij. Maar toch, het is niet normaal schoon. Tijd voor een lekker koffietje. Kijk uit, hè? Ja, er zitten heel veel wespen. Dat komt door die frambozen, denk ik. Oké. Okay. Maar wespen eten ook frambozen, denk ik. Geef die rooie aan mij. Ik ga even stop eten. Ja, dan is dit onze buit. Framboosjes. Ja. En wat appeltjes. Oeh, het is vrijdagmiddag, 5:30. Vanmiddag ben ik even gezellig met de kindjes naar de Quantum en zo geweest. Ik had een hele leuke band trouwens. Die laat ik nog wel even zien. En nu heb ik net deze lekkere borrel van Ed gekregen. Voor achter mijn laptopje, want ik was heel even aan het werk. En hij is ondertussen aan het koken, dus dat is helemaal goed nieuws. Aardappeltjes, boontjes en een vleesje uit de airfryer. Nou, kan niet beter. Ik heb jullie dus niet echt meegenomen vanmiddag, omdat wij zijn super druk binnen nu voor mama. En vandaag overdag was echt mijn tijd met de kindjes. En dan wilde ik even niet te veel die camera zo pakken. Ik heb gezelschap gekregen op kantoor. En Charlie? Ja. Charlie is lekker aan het typen, hè? Ik vind ze zo leuk. Dan haal ik even dat stekkertje van mijn extra toetsenbord eruit. Dan gaat ze zitten typen. Kleine typmiep. Ja. Ik vind eten in ons nieuwe huis echt zo veel leuker. Veel meer ruimte. We kunnen lekker met z'n allen zitten. Ja, helemaal leuk. En we gaan dus lekker boontjes eten met een vleesje. Gezellige vrijdagmaaltijd. Met een wijntje erbij dit keer dus. Ik moet opschieten, want ik moet over 1 uur en 1 kwartier al op bed liggen. Ramos en ik hebben vanavond weer dates. Avondje. Hij mag langer opblijven en we gaan samen in bed een uurtje tv kijken, heb ik beloofd. Dus we moeten een beetje opschieten met alles. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en wij zijn alweer lekker ontbijt aan het maken. Ramzi krijgt ontbijt op bed, de mazzelaar. De meiden krijgen hier een lekker bakje met yoghurt, sapje erin, framboosjes en dat soort dingen allemaal. En voor ons maak ik weer even een shake. Ik heb een paar mangootjes uit de vriezer en best wel wat blokjes avocado uit de vriezer. Is lekker, want dan is het koud. Dan ga ik er deze verse mango bij doen. Geen banaan, want die ben ik vergeten te kopen met de boodschappen. Chiazaadjes, amandelmelk, een schepje pindakaas en havermout. En dat dan
samen wordt een heel lekker ontbijtje. Dit is dan het eindresultaat. Eens in de zoveel tijd, als het dan weer die ene periode van de maand is. Ben ik net tegen Ed aan het vertellen, die staat hier zijn baard te scheren. Dus als je afvraagt wat is dat voor raar geluid op de achtergrond. Het is een vibrator. Dat is Ed zijn vibrator voor zijn gezicht. Maar dan voel ik me gewoon, ik weet het niet. Dan vind ik alles lelijk staan en dan sta ik een uur voor mijn kledingkast te kijken van, oh, wat moet ik aandoen. Terwijl normaal gesproken boeit het me eigenlijk niet eens echt. En nu zo irritant, maar goed. Wij gaan zo meteen lekker zwemmen. Ik moet even mijn knop omzetten en dat loslaten, want het slaat nergens op en ik heb er ook niks aan en het is ook niet heel gezellig, zeg maar. Dat is nogal een understatement. Maar goed, ik heb dus net gedoucht. Ik heb een bikini aangedaan. En wij gaan zwemmen zo meteen. Hem op? Zeker. Tenminste, jullie gaan zwemmen en ik ga erbij zitten. Want ik vind het al snel te koud in het zwembad. Maar goed, we gaan weer met de hele groep, dus dat is leuk. En ik ga lekker broodjes maken nu. Het is, mijn nichtje komt er zo aan. Het is 10:30. Ik ga trouwens wel even jullie Ramos zijn kamer laten zien, want anders vergeet ik dat weer. En dat is natuurlijk niet chill, want ik had beloofd om dat te laten zien. Dus, dit is Ramos zijn kamer. Als je binnenkomt... Oh! Hier staat zijn kast. Hier staat zijn bureautje. Hier staat, deze moeten we nog even ophangen. De jaloezieën moeten nog opgehangen worden hier. Maar hier staan in ieder geval, of hangen al wel ook weer de gordijnen. Hier staat gezellig zijn bedje. En even kijken, wat wil je nu? Oh, dit is die mand van gisteren die ik had gekocht bij de Quantum. Ja, ik vind hem echt heel leuk staan. Er zit zijn speelgoed in. Gezellige lijstjes, die had hij al. Twijfelde ik nog een beetje. Ja, 4, maar goed, kan nog wel. En hier hebben we een heel leuk hoekje gemaakt met pallets. Dus we hebben zeg maar hier 2 pallets en daar eentje achter allemaal. Oh. Oh, er wordt er 1 wakker. Goed, op elkaar gedaan. Dit hebben we ook gekocht. Online volgens mij besteld. Ja, die kun je overal vinden. Palletkussens, moet je maar intypen. En dit moet nog opgehangen worden. En daar komt nog een lampje. Dus... Joe! Salamietje! Wij gaan lekker gourmetten. Daar heb ik helemaal zin in. Ik had eigenlijk zin in barbecue, maar die hebben we niet meer. Dus nu hebben we wat lekkere dingetjes gehaald. Wacht, kan ik jullie hier neerzetten? Ja. We hebben wat lekkere dingen gehaald. En we gaan even met z'n 5 gourmetten. Na het zwemmen. Even kijken, wat wil ik? Aioli. Ik vind het zo lekker, echt. Niet normaal. Hier nog even een tipje van mij. Als je namelijk met een klein groepje eet. Wij gaan bijvoorbeeld nu alleen met de kinderen. En ik weet gewoon, zij houden van curry en mayonaise. Maar niet van dit soort dingen zoals aioli. Wat ik echt heel lekker vind. Guacamole. Niks is trouwens zelf gemaakt. En pesto. Dat je dan gewoon in van die kleine glaasjes op tafel zet. In plaats van de hele pakjes. Want dan kun je vaak die pakjes allemaal weggooien. Want dan is het niet lekker meer als het in de zon heeft gestaan. En zo ziet het er leuk uit. En dan kun je de helft van de verpakking gewoon nog bewaren. Deze zijn ook net aan bed. Dan kunnen we lekker eten. Heb je hier ook vegaburgertjes? Ik wil een vegaburgertje. Of wil je een gewoon burgertje? Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb er echt al een hele ochtend op zitten. Maar ik was zo druk bezig met de kinderen, huis opruimen, mezelf, mijn krullen, mijn Instagram, dat ik gewoon helemaal nog vergeten was om met jullie te vloggen. Sowieso was het echt een hele drukke week deze week, omdat we natuurlijk opgestart zijn weer met werken na de vakantie en in het nieuwe kantoor, wat allemaal echt anders is. Nou, hebben we ook nog die actie meteen lopen, wat natuurlijk heel leuk is, maar eigenlijk ook wel weer even too much meteen. Dus ik heb sowieso een beetje het idee dat ik nog niet zo heel veel leuke beelden heb geschoten. Maar goed, aan de andere kant, ja, weet je, dit is nu eenmaal mijn week, dus... Ja, dat. Goed. In ieder geval, ik heb mezelf eventjes weer lekker gedoucht, haar gekruld, jurkje aan. Ik heb een jurkje aan van H&M. Maar we hebben best wel even een tijdje geleden gekocht. Nu ga ik even meer opruimen nog, want we krijgen vandaag visite.
Eerst komt het broertje van Ed met zijn vriendin. En vanmiddag komt ook nog mijn nichtje en haar vriend. Dan gaat ze meteen even mijn nageltjes weer doen. Helemaal leuk. Ze zijn ook echt super. Kan je dat zo zien? Nee, dat kan je niet echt zien. Maar goed, ze zijn super uitgegroeid. Dus er moet weer even iets aan gebeuren. Wat goed voor jou. Heb jij dit uitgekozen? Kijk, snap ik. En wat hebben jullie nog meer allemaal? Oeh, partymix. Broodjes. Oh, krentenbrood. Moet ik altijd vroeger denken, toen ik nog in een verzorgingstehuis mijn bijbaantje had. En daar aten al die oude mensen krentenbrood met boter. Hey, mopje. Wat is dit? Bier? Bier. Kom maar. Ik wou nu iets zingen, maar toen dacht ik laat maar. Oh, dat is heel zwaar. Hebben jullie dat ook wel eens dat je, zeg maar, dan zeg je iets en dan moet je ineens aan een liedje denken. En ik heb dat dus heel vaak, maar dat zijn meestal niet de liedjes die je dan ineens hardop moet zingen. Een soort van carnavalsnummers of zo. Ja, echt. Ja, heel stom. Ik heb daar dan zelf lol om, terwijl niemand anders het snapt. Goed, jullie vinden het vast ook niet lollig, maar ik zelf dus wel. Heel wat uurtjes verder. We hebben de hele dag visite gehad. Het is nu 7 uur en ze zijn net weg en we hebben ook net een kindje op bed gelegd. Nu is het voor ons even rennen, vliegen en opstaan. Of eigenlijk vooral doorgaan. Want vanavond hebben we nog best wel wat werk te doen. Maar goed, geeft niet, dat wisten we van tevoren. We hebben lekker een couscoussalade gemaakt. Ik zal zo meteen even laten zien wat we erin doen. Super simpel. En ik vind het altijd fijn om, als je dan zeg maar zo'n hele dag met lekkere snackjes en een chipje en dat soort dingen zeg maar hebt gehad. Om dan, ja, om dan nog te gaan koken, dat, ja, dat heeft dan niet zoveel nut meer. Staat die dan al? Lekker hoor. Dus, wij gaan even iets simpels eten. Dat is deze staat. Oh, trouwens, kijk mijn nageltjes. Oh, leuk. Leuk, hè? Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ik vond wit ook heel leuk, maar ik vind deze ook wel leuk. En mijn nagels zijn dus echt serieus gegroeid door die gel-lak. Nou, knip ik ze altijd heel kort, maar ja. Nice. Dus, ik heb hier een salade met sla en komkommer, paprika. That's it. We hebben een eitje. We hebben een feta kaasje. We hebben couscous. Sorry, couscous. Want ik spreek het altijd verkeerd uit volgens velen. En ik denk dat ik nog gezellig hier uit mijn potje wat nootjes erbij doe. Pijnboompietjes. Oh ja. Goedemorgen, het is vandaag maandag en wij zijn ons lekker aan het klaarmaken, hè Bob, meisje. Vandaag weer een nieuwe dag. Werk toch voor de boeg. De meiden die gaan zo naar het kinderdagverblijf. Ramos gaat naar zijn oom en tante. En want wij hebben hier nog 2 weken schoolvakantie in het zuiden. En lekker crèmpje op je toet. Ik vind Bobby helemaal gezellig. Tutten en crèmpjes en liefde al. De kwastjes van de make-up en zo. Kom hier. Even wachten. Zo. En ja, dan gaan wij werken. Lynn komt vandaag naar kantoor, dus dat is gezellig. En ja, we gaan kijken hoe de hele dag loopt. Schat. Ik meng trouwens voortaan 2 keer een foundation door elkaar. Dat werkt echt super. Die rechter, dat is deze van Jane Iredale, die is wel wat duurder, maar ja, omdat die zeg maar best wel gellerig is, voelt het heel lekker om uit te smeren. Dat combineer ik dan met deze en deze is van Issy Paris eigen merk. Die is echt super goedkoop, 15 euro of zo. Maar die is weer wat meer dekkend, dat is die linker. En die blend ik dan door elkaar. En dan doe ik hem zeg maar met deze opsmeren met dit kwastje. Nou, helemaal leuk. Zo kindjes, zijn jullie er klaar voor? Ja! Ja! Ik ga de kindjes wegbrengen. Snel, snel, snel. Want ik moet, weet wat, deze ochtend om 9:50 bij de dokter zijn voor dit gevalletje. Dus 9:50 tijd zat. Maar we gaan lekker. Oh, ik ben weer bij de dokter geweest. Het is echt een hele werkdag al, of een halve werkdag al, bijna helemaal weg. Ik word er helemaal gestrest van. Dus het enige wat ik kan doen, heb ik net besloten, is diep in- en uitademen en het allemaal een beetje loslaten, want ik ga het toch niet af kunnen krijgen, dat weet ik nu al. Maar goed, ik ben dus bij de huisarts geweest. Ik heb weer 2 nieuwe dingen gekregen. Een zinkzalf en een Bactroban huidzalf met antibiotica erin voor mijn neus. En ik kreeg geen doorverwijzing naar de dermatoloog.
ik baal een beetje achteraf, want normaal gesproken dan, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik kan het altijd wel zo voor elkaar krijgen, zeg maar. Alleen, het lukte me gewoon niet en ze vond het echt niet nodig. En nou, toen dacht ik, weet je, laat maar. Ik ga het gewoon even laten bezinken en ga even zelf nadenken wat ik daar nou eigenlijk van vind. Een paar dagen smeren en dan maak ik gewoon een keuze of ik dan terug ga bellen meteen. Of toch ga afwachten volgens haar advies over 2 weken. Dus, we gaan het zien. Ik ga nu naar huis. Ik ben even mijn laptop aan het meenemen naar de trainingsruimte. Lin is net weg. Het is 5:15. Ed die is de meiden halen. En ik heb besloten om even snel sportkleding aan te doen. Omdat ik gewoon even moet trainen. Ik heb de hele dag keihard zitten werken achter die laptop. Tikken, tikken, tikken. Dus ik moet gewoon eventjes iets gaan doen nu. In plaats van dat ik ga koken. Want we kunnen ook een 30 minuten later eten. En dan heb ik tenminste gesport. En anders dan moet ik het vanavond nog doen. En dan heb ik geen zin meer. Dus ik ga het nu doen. En ik ga even een booty workout doen. Voor de billen en de benen. Charlie, wat doe jij? Dutje. Wat ben jij aan het doen? Aan het filmen?